Dit keer niet zomaar een vlog, maar een echte afscheidsvlog. Ik ga ermee stoppen. Kom jij maar liggen? Ik kom naast je liggen. Nou, wij zijn weer thuis hoor. Het was allemaal een beetje hectisch. Maar aan de andere kant is het ook wel weer juist misschien ook leuk om te zien hoe dat bij ons allemaal gaat. En gisteren is er dus echt iets helemaal misgegaan. En ik kan je vertellen, echt mega veel stress gisteren. Zo erg dat ik echt op een gegeven moment gewoon dacht, ik ga nu huilen. Raam zo dan. 1, 2. Ja! Super gedaan, Bobby! Ja, een van de doelen voor mij van 2022 is om daar echt verandering in aan te brengen. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ja, en zoals je aan de titel hebt kunnen zien, is dat dit keer niet zomaar een vlog, maar een echte afscheidsvlog. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik ga ermee stoppen. En dat is een keuze waar ik al best wel lang tegenaan hik om die te maken. Maar ik heb hem een tijdje geleden toch maar gemaakt. En ik ga jullie daar alles over vertellen in deze weekvlog. Maar nu niet, want ik moet opschieten. Het is vandaag volgens mij 29 december. Een paar dagen voor, even kijken. Ja, het is 29 december, een paar dagen voor het nieuwe jaar. Wij zitten midden in onze drukke periode, want ons nieuwe programma gaat binnenkort van start in het nieuwe jaar. Net gebeurd wanneer jullie dit kijken trouwens. Dus een drukke periode, maar onze kindjes die waren dus logeren, of die zijn logeren. En wij hadden dus besloten om geen wekker te zetten, om gewoon even de boel te laten. En toen hebben we dus uiteindelijk van 11 uur 's avonds tot 9:15 's ochtends geslapen. En schrok ik net wakker met haar dat gewassen moest worden. En nou, dus het is inmiddels 9:15 en ik heb nog niks gedaan behalve dus wakker geworden en mijn haar gewassen, opgemaakt. Nou, dat. Dus ik moet even opschieten, maar ik ga jullie in de loop van de week alles vertellen, alles uitleggen. En ik hoop dat jullie uiteindelijk toch nog deze week gezellig met me meekijken. Toch wel afscheidsweekvlog. Kijk trouwens even hoe lang mijn haar is inmiddels. Niet te normaal, hè? Ik heb het de hele tijd best wel veel korter gehad. Maar ik ga het toch weer een beetje langer laten groeien. Nice, hè? En dan neem ik mezelf elke keer voor om het wat vaker te doen, zeg maar. Dus een krul te maken of zo. Maar nou, dat komt er dan niet van. Maar ja, nice, hè? Oehoe, ik ben er niet beter van geworden. Ik word er eigenlijk alleen maar lamlendig van om zo laat op te staan. Maar goed, ik heb kleren aan. We gaan er lekker voor. Vandaag staat vooral eigenlijk werk op de planning. En we gaan vanmiddag ook een live workout geven. Dus dat is wel heel erg leuk. Een mama-kindles. Die hebben we nu in deze lange vakantieperiode voor de kinderen. Hebben we een extra les, live workout, aan het rooster toegevoegd. En dat is een mama-kindles. En die ga ik samen met Ed geven vanmiddag. Niet met onze kinderen, want die zijn niet thuis. En als je les moet geven en er zijn drie kleine kinderen die je dan moet managen, dat is een klein beetje onhandig, dus dat durf ik ook niet aan. Maar die gaan wij vanmiddag geven. En nu ga ik even lekker een koffietje maken en ik heb een nieuw koffiezetapparaat. Die ga ik aan jullie laten zien en ik ben er helemaal blij mee. Dit is dus mijn nieuwe beauty, mijn soort van best friend in de ochtend. Het is een koffiemachine en hij heeft helemaal leuk, let op hè, oh. Goed drukken. Hij heeft helemaal de functie, zeg maar, dat je zelf je koffietjes kan kiezen. Ja, het is echt ideaal. Kijk, 's ochtends vind ik het zelf namelijk heel lekker om gewoon een cappuccino te drinken. Dus dan kies ik een cappuccino. En dan doe ik hier zo meteen even melk in en dan gaat hij voor mij de cappuccino maken. In de avond vind ik het weer lekker om een espresso te nemen, ook met een klein beetje melk, bijvoorbeeld na het eten. En als er mensen zijn, zoals mijn moeder bijvoorbeeld, die drinkt gewoon liefst zwarte koffie, dan kan ik voor haar gewoon koffie kiezen. Nou, en dan bepaal ik ook nog hoeveel milliliter ik die koffie wil hebben. Nou, in ons geval vind ik dan 100 het fijnst, want dat is zeg maar wat bij het kopje past. En dan maak ik er twee koffietjes van nu en dan kan ik ook nog de bonen bepalen. En dat is dus hoe die werkt. En wat misschien wel leuk is om te weten, bij Mediamarkt krijg je €250 cashback bij aankoop van deze koffiemachine. Dus dan krijg je gewoon €250 terug als je deze hebt gekocht. Super fijn, want dat scheelt natuurlijk echt een hele hoop geld. Ik zal een linkje hier onderaan in de beschrijving zetten. Dan weet je precies welke we hebben en waar je dus die cashback op krijgt. En hier zitten dan trouwens die bonen in. Kijk, dan maak je open en dan gaat hij malen. Dus je doet er hele bonen in. En de machine die maalt die bonen automatisch als je de koffie gaat maken.
Dit keer kies ik dan dus voor een cappuccino. Een L neem ik sterk twee keer, want Ed wil ook koffie. Ondertussen heb ik trouwens even een simpel ontbijtje, want het is nu even anders dan anders met dit tijdstip. Dus dit ga ik even lekker eten met een cappuccinootje erbij en dan ga ik snel aan de arbeid. Nou, en dit is dan lekker mijn koffietje. Dus ik ga er een naar Ed brengen en dan ga ik snel aan de arbeid. Mega veel stress hier, want het gaat niet helemaal lekker met onze printer. Net nu, maar goed. Wij zijn wel klaar voor de workout, die nu gaat beginnen over 2 minuten. Dus Ed, je moet opschieten. Lampje, statief, kerstboom aan, want het is donker en let's go. Kom jij maar liggen? Yes. Ik kom naast je liggen. Oh, wil je nog extra matje? Nee, dat kan prima zo. Wat we gaan doen, je mag je armen naast je neerleggen, benen omhoog tillen 90 graden. Als het goed is kun je mij nog zien. Ja, en dan mag je om en om gaan tikken met je hak tegen de grond. Dus vijf seconden, nog 4, 3, 2, laatste. En los maar. Oké dan, kom eens staan. Jeetje mina, ik heb gewoon helemaal vierkante ogen van dat stomme beeldscherm. Daar ben ik de hele dag mee bezig geweest op mijn paar uurtjes extra slaap en mijn live workout na. Maar goed, het is nu 5 uur. Ga even de gordijnen dicht doen. En dan gaan wij lekker naar mijn ouders. Gaan we lekker naar de kindjes. Die heb ik een beetje weinig gezien de afgelopen dagen. En dan gaan we daar eten. En oh, helemaal chill. Daar heb ik ook heel veel zin in. En dan vanavond lekker niks op de bank. Dus ja, heerlijk. Maar goed, eerst even eten. Nou, wij zijn weer thuis hoor. Het was allemaal een beetje hectisch. Tanden poetsen. Maar we zijn weer thuis. En de kindjes hebben al hun pyjamaatjes aan. Dus dat is fijn. Prik, prik. En dan zie je iemand in mijn billen te prikken. Dit hier, dit jongetje. Donderdag vandaag. En ik wilde eigenlijk niet filmen. Want ik denk dan altijd, ja, hoe saai is het om te zien. Maar aan de andere kant is het ook wel weer juist misschien ook leuk om te zien hoe dat bij ons allemaal gaat. We zitten natuurlijk midden in het 6 weken afvalplan. En we zijn bezig nu met het reorganiseren van alle pakketten. En gisteren is er dus echt iets helemaal misgegaan. Super vervelend. Ik zal je ook niet vermoeien met alle details. Maar in ieder geval, alle pakketten zouden worden opgehaald. Maar dat is niet gelukt, niet gebeurd. En dus zijn we nu met een aantal mensen aan het inpakken, verzamelen, wegbrengen. En je kan je voorstellen, 1 dag voor oud en nieuw is het gewoon niet meer haalbaar om allerlei bussen en zo te regelen. Dus ik sta hier vol met spullen, boeken, supplementen, weet ik veel allemaal. En dat zijn wij druk aan het werk daarmee. En ik kan je vertellen, echt mega veel stress gisteren. Zo erg dat ik echt op een gegeven moment gewoon dacht, ik ga nu huilen. Want ik trek dit gewoon niet meer. Maar goed, uiteindelijk een paar uur later dan ben je weer gekalmeerd. En je weet gewoon, je moet altijd doorgaan. En er is geen weg om het niet te doen. En je komt er altijd uit als je maar gewoon de juiste dingen doet. En als je maar actie onderneemt, komt het uiteindelijk altijd allemaal goed. Maar gisteren was even hectisch. Maar we zijn er weer vandaag. En we gaan de laatste 2 dagen van het jaar gaan wij even nog bikkelen. En dan hebben we morgenavond even een auto neer gezellig. Ja, goedemorgen. Het is vandaag 31 december. Laatste dag van het jaar. En wij zijn lekker thuis. Het is ochtend nog steeds. En ik ga met zijn kleine Bobby even lekker fruit hapjes maken voor iedereen. En Ramos, Ed en Charlie zijn in de tuin aan het werk. En ik zie dus Charlie hier net. Ik had er stories van gemaakt op Instagram. Met een zaag voorbij lopen. Echt. Wie van jullie heeft meegekeken? Het was echt hilarisch.
Maar goed, nu, ja, wij gaan lekker fruitje maken. We hebben best wel een chille dag voor de boeg. Zullen we even vertellen, Bob? Ja. Oké, we gaan lekker fruitjes eten. Bob en Charlie gaan nog even naar bed. Straks. We moeten nog naar de supermarkt en daar gaan we oliebollen kopen en sterretjes. En we moeten nog soepje maken. En we gaan we nog meer doen. Trampoline springen. En vanavond gaan de kindjes lekker oliebolletjes eten en dan naar bed. En dan hebben wij later op de avond hebben wij met de buren tegenover en naast ons hebben wij opritborrels. Dus dat is heel erg leuk. En ik moet even kijken wat ik met de kindjes ga doen. Die meiden die laat ik sowieso liggen als het kan. En Ramos moet ik even kijken wat we daarmee doen. En meid? In principe is het natuurlijk nu geen vuurwerk, maar dat was vorig jaar ook en toen was er wel gewoon overal vuurwerk. Dus ik ben benieuwd of ze wakker worden. En we krijgen nog een logé, hè? Wie komt er bij ons logeren? Opa, oma. Nee. Opa? Nee. Jack. Kiki. Jackie komt bij ons logeren, hè? Ja, dat is leuk. En Ramos. Mama. Ramos en mama, oh, oké. Okay. Kom, we gaan fruitjes maken. Hoe vinden jullie trouwens mijn nieuwe jurkje? In het zuurstokroze. Leuk, hè? Ja. Ja, leuk. Had ik besteld bij And Other Stories of zo? Of ja, And Other Stories, volgens mij. Die had ik voor kerst besteld. Oh, kijk, kijk, kijk. Oeh, lekker! Nou, dat ziet er toch gezellig uit, hè? Gezellige bakjes. Dus we gaan even fruitje eten met de kindjes. Goedemorgen, het is alweer de dag daarna, 1 januari. Gelukkig nieuwjaar nog allemaal, hoewel ik eigenlijk natuurlijk helemaal met mijn eieren naar baas kom in dat dit online komt. Maar goed, ook zo gek om niks te zeggen natuurlijk. Bij ons was het leuk gisteren. We hebben lekker gechilled samen op de bank, lekker een wijntje en hapjes, et cetera. En aan het einde van de avond zijn we, het licht staat hier nog aan, zijn we met de buren hiernaast en hier tegenover zijn we buiten even gaan borrelen. Dus dat was eigenlijk heel erg leuk. En toen vanochtend gewoon weer 7:15 fris en fruitig uit bed. En inmiddels is het 10:30, zijn we bijna klaar. Gaan we lekker naar mijn ouders. Even nieuwjaar wensen en lunchen. Oké, okay, wat wilde jij? 2 staartjes of 2 knotjes? 2 knotjes. 2 knotjes? En jij, Bobby? Moet vast over nadenken. Ook 2 knotjes. Oh. Ach, schatje. Je bent heel schattig, hè? Zo, nou, oké. Kom, Bobby. Ja, nu moet Bobby, hè? Jullie onze logé al gezien? Hè, die heeft hier lekker geslapen, hè, meid? Was ze toch bangjes voor het vuurwerk? Hè? Nee, die niet, hoeft niet. Ze was zo bang gisteren. Maar ja, het is alweer voorbij, hè, meid? Hè? Knapperd. Zo'n knap hondje, hè? Ja. Ik ga mijn jasjes zo neerleggen. Ga er maar voor staan. Vind ik altijd zo grappig dat leren ze op een kinderdagverblijf. Om die jasjes dan aan te doen. Jij ook? Kom maar. Zal ik hem neerleggen? Kijk. Oh, jij doet het zelf. Oh, oké. Okay. Oh. Oh-oh. Jackie, kom. Ga er maar even vanaf, meid. Kom. Kom. Andersom, ja. Goed zo. Ja, zo. 1, 2. Ja! Super gedaan, Bobby. En jij, Charlie? Oh, mijn big brother, die kent het allemaal langer, jongen. Hè? Andersom. Ja, zo zie je maar. De reden waarom ik dus voor nu ga stoppen met vloggen is echt weer deze week ook helemaal duidelijk geworden voor mezelf. Ik wilde jullie heel graag meenemen nog een laatste keer in de hele week. En hoe alles er bij ons aan toe ging rondom ja, bijvoorbeeld Oud en Nieuw, maar ook ons nieuwe programma, et cetera. Alleen, ja, dat lukt gewoon niet. Dat is gewoon niet gelukt. Ik merk gewoon dat de momenten waarop ik dan eigenlijk ja, even niks hoeven, even vrij ben en lekker met de kinderen ben, dat ik dan dus ja, gewoon niet die camera er meer bij wil pakken. Omdat die momenten zijn de laatste tijd best wel
wat schaarser geworden dan dat het eerst was. Nieuwe mama is heel erg gegroeid in de afgelopen aantal jaren. En ja, op een gegeven moment kom je op zo'n punt dat er gewoon, dat je gewoon echt hier aan het presteren bent. En een van de doelen voor mij voor 2022 is om daar echt verandering in aan te brengen. En dat heeft meer nodig dan alleen de vlogs tijdelijk of helemaal stoppen. Maar dat is in ieder geval wel één punt daarvan. En vooral ook omdat ik dan in de weekenden en op momenten dat ik dus met kindjes ben, gewoon zoveel mogelijk echt met hun kan zijn. En volgens mij zei ik dat in het begin van de vlog ook al. Ik heb daar best wel lang over nagedacht. Want hè, er zijn natuurlijk heel wat mensen die gezellig met mij meekijken sinds een aantal jaren al. En dat vind ik heel bijzonder. Dat vind ik heel erg leuk. En eigenlijk is het ook super tof om gewoon met beelden vast te leggen hoe je leven eruit ziet. Dat heb ik ook altijd heel leuk gevonden. Het is dus ook niet zo dat ik echt per definitie zeg van ik ga dit nooit meer doen omdat ik het bijvoorbeeld niet leuk meer vind. Maar het is gewoon meer dat het voor nu echt even too much is. Dat het gewoon niet meer gaat om het te combineren. Maar wie weet dat ik, mijn idee is dus echt om in 2022 wat aanpassingen te gaan maken in bijvoorbeeld dus mijn aantal werkuren per week. En hopelijk komt er dan ook weer wat meer ruimte voor dit soort dingen. Omdat dat dus eigenlijk wel hetgeen is wat ik juist heel graag doe. Maar goed, dat gaan jullie dus zien. Dus dan rest mij gewoon nu alleen nog om jullie te bedanken voor al die tijd dat jullie met ons mee hebben gekeken. Dankjewel daarvoor. Ik hoop dat je dat, dat je dat als fijn en gezellig hebt ervaren. Misschien heb je hier en daar wel wat herkenbaarheid gevonden. Of misschien juist de motivatie. Als we kijken naar het nieuwe mama gedeelte. Maar goed, je kunt ons natuurlijk gewoon lekker blijven volgen op Instagram. Want dan ben ik super actief. Ik plaats eigenlijk elke dag stories. Dus dat is heel erg leuk. Dus daar kun je gewoon lekker meekijken. En dan zien en spreken we elkaar daar weer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En je weet het, tot volgende keer. Doei.